ga gewoon door doen. Goedenavond. En moeten we durven zeggen, kijk, het Vlaams parlement moet een soevereiniteitsverklaring doen. Wij zijn soeverein. Ik ga de rode en de groene laten liggen. Waarom kap jij zoveel op de Wouwen, Tom? Ja, ik ken dat Krapul is eindelijk uw straf gaan uitzitten in het land van herkomst. Dat kost ons niks en zijn wij er vanaf. VCast is de vodcast van VNieuws. Deze vodcast kent dus taboes nog politieke correctheid. Wel bespreken we de echte feiten, ongefilterd en met interessante en spraakmakende gasten. We zeggen luid op wat u denkt en nodigen uit wie de systeempers weert. Goedenavond iedereen en welkom bij VCast, de vodcast van VNieuws. Naast mij zit Jonas Najaert, hoofdredacteur, en ik ben Robin Gouy, redactiechef. En onze gast van vanavond heeft eigenlijk wel nog een introductie nodig. Hij is wereldbekend in Vlaanderen en figureert stevast in de top 3's van populairste politici. Hij is Tom van Grieken, leider van het Vlaams Belang, grootste oppositiepartij en volgens ongeveer alle peilingen ook de grootste partij. Kortom, mogelijk zitten we hier momenteel naast de volgende minister-president van Vlaanderen. Welkom, Tom. Dankjewel. Wat een intro. De lat wordt heel hoog gelegd. Moet ook. Oké, goed. Kunnen ze misschien wat lager leggen? Er ligt een hoop met kaartjes naast jou. Dat zijn wat meer persoonlijke vragen. Dus als je zo vriendelijk zou willen zijn om er eentje uit te kiezen en die te beantwoorden, dan hebben we onze introductieronde gehad. IJsbreker. Welke mens zit hier voor ons? En de kleurtjes zijn thema's. Verschillende thema's, exact. Ja. Ik ga de rode en de groene laten liggen. Voor mijn favoriete kleur blauw ga ik kijken. Hoe is het mogelijk, of denk je dat het mogelijk is, om iemand graag te zien waarmee je het oneens bent? Toepasselijk. Toepasselijk. Jij bent mee? Heb jij een linkse? Nee, toch? Hè? Ik heb ooit wel eens een verkering gehad met een vrouw. Die er andere ideeën op nahield, nogal fundamenteel andere ideeën. En ik heb dat nooit een obstakel gevonden. Maar oprecht nooit. Omdat politieke andere ideeën waren, maar hoe we naar het leven keken, dat wel ongeveer hetzelfde wel was. Dus we moeten dat anders uitleggen. Ik vind niet omdat je een ander politiek idee hebt, dat je daarom een slecht persoon bent. Ik denk dat dat ook een fundamenteel verschil is tussen linkse en rechtse. Linkse denken echt, als je een ander idee hebt, ben je een slechte mens. Rechtse mensen denken, je hebt gewoon een ander idee, maar je vergist u. Je kunt een goede mens nog zijn erin. Dus ik kijk er zo naartoe. Denk je natuurlijk in hoeverre dat partijpolitieke meningsverschillen ook andere fundamentelere levensvragen beïnvloeden? Ja, dan denk je dat het soms wat moeilijker is. Ik zeg maar iets. Hoe je kijkt naar het einde van het leven, als je kijkt naar hoe je kinderen kijkt en zo. Maar op zich merk ik wel dat iedereen altijd het beste voor wilt hebben, of het beste voor heeft. Ja, als je kinderen zou hebben, of dat je het beste voor hebt. Ja, niemand wil slecht gehuisvest zijn, niemand wil achteruit gaan in het leven. Dus eigenlijk, feitelijk, diep van binnen, zijn we eigenlijk toch allemaal rechts. Ik ging zeggen, de meeste mensen deugen, maar de meeste mensen zijn rechts, dat kan ook. Voilà. Goed, dan hebben we de introductie gehad, misschien. Exact, we zullen meteen overgaan naar de keelgrijper. Keelgrijper, welke gebeurtenis bleef u bij deze week? Dat is onze actuele vraag. Tom, deze week, wat greep u qua nieuws dan het meest naar de keel? Wel, eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Enerzijds had je de stemming van de VRT. Dat is een peiling dat ze ieder jaar doen. En wat blijkt, het was altijd al een top 3 succesformule. Het thema immigratie, waar mensen van wachten liggen. Maar telkens moesten ze de eerste plaats laten gaan aan tal van crisissen. Is het een crisis, Oekraïne-crisis of een gezondheidscrisis? Maar overduidelijk hoger dan ooit immigratie. En bij vele partijen, bij vele kiezers, is het het thema. En het is ook de olifant in de kamer bij heel veel politieke discussies. Hè. Migratie beperkt niet alleen tot de instroom, die al dramatisch is, beperkt niet tot de uitstroom, maar over bijna ieder facet van de samenleving. Laten we het hebben over de problematiek in het onderwijs. Migratie. Laten we het hebben over sociale huisvesting. Migratie. Laten we het hebben over de betaalbaarheid van sociale zekerheid. Migratie. Laten we het hebben over het volbouwen van ons prachtig Vlaanderen. Migratie. Bevolkingstoename. Zoveel verschillende aspecten omvat migratie. En of dat nu cultureel is, financieel, noem maar op. Dat is bijzonder, bijzonder belangrijk. En over dat financiële aspect, en daar ben ik eigenlijk bijzonder trots op, is dat wij een studie hebben laten maken. We hebben geen impact gehad op de uitwerking van de resultaten over de kostprijs van migratie. Want u weet dat ongetwijfeld nog in 2020 had de regering
een studie besteld over de kostprijs van migratie. En dan bleek dat een eerste generatie migranten dat dat ons handenvol geld kostte. Maar die tweede generatie, amai, daar zou de samenleving nog wel eens aan verdienen. Maar bleek toch wel dat, als we daar een wiskundige en een antropoloog hebben op losgelaten, dat er toch veel onbekende factoren waren die ze niet hebben berekend. Ze hebben ten eerste een momentopname gedaan. En niet over de hele leeftijd gezien. Ze hebben de tweede generatie migrant als een 25-jarige genomen. Maar ja, die man wordt... Of die vrouw die wordt ook oud, die moet ooit een pensioen hebben, komt ook daar terecht. En andere facetten in zaken onderwijs, in zaken criminaliteit, en zo hebben ze ook niet mee opgenomen. Maar dat berekent, en wat blijkt, zelfs een tweede generatie immigrant kost de samenleving, de Belgische staatskist, €63.000. €63.000. Dat is ongezien. Niks. Nee, maar... Is er een vergelijking met de autochtone bevolking dan? Hoeveel brengt een autochtone eigenlijk gemiddeld dan op volgens die nieuwe studie? Wel, aanzienlijk meer. Ik geloof dat de juiste cijfers slaan me er nu mee dood. Ik geloof dat de methodologie is dat eigenlijk een autochtoon als nieuwkomer heeft vergeleken. En ik geloof dat de winst in iets meer dan €100.000 is en dat het aanzienlijk minder is voor een allochtoon. Waar is het bleek uit het onderzoek nog dat er een duidelijk onderscheid is van waar die migrant komt. Het is voor ons Vlaams Belangers een open deur intrappen, maar nu we het met cijfers kunnen becijferen, dat voornamelijk vanuit Maghreb-landen, vanuit Midden-Oosten, Turkije, Pakistan, dat migranten uit die regio's absoluut geen meerwaarde zijn, extra veel geld kosten. En de enige uitzondering is hooggeschoolde arbeid uit westerse landen, dus uit de Europese Unie, en uit Amerika. En dan is er nog een uitzondering op de regel. Ja, dat is een land zoals Japan of zo. Daar blijkt ook dat zij wel een economische meerwaarde kunnen bieden. Maar het is iets wat de man en de vrouw in de straat al decennia lang aanvoelt. Dat ze in de Ivoren Torens in Brussel blijkbaar nog steeds ontkennen. Maar nu weer een extra argument, een studie, die staat als een huis. Ja, dus uw fundamentering is er. Uw argumenten zijn uiteraard... onderbouwd. Er is nu die studie die onafhankelijk opgesteld is, als ik het goed begrijp. Oké, ideaal. Maar ja, we horen heel veel over kosten. Maar hoe valt er dan te besparen op die kosten? Wel, ten eerste, misschien niet de snelste kost, maar men moet opletten dat men niet voor een korte termijn oplossing gaat en een lange termijn probleem creëert. Men hoort nu heel vaak VOCA, samen met Groen, geen combinatie, pleiten voor arbeidsmigratie. En dat duidt deze studie zeker aan dat de lusten misschien wel voor de werkgevers zijn, de VOCA-bazen, maar de lasten voor heel de samenleving. Dus in die geval mogen we niet trappen. We mogen het beleid van de NVA dus niet verder zetten van soepele arbeidsvoorwaarden, de lijst van helpende beroepen, meer dan 300. Als je hier 5 jaar een arbeidsvergunning hebt, dan is het onbeperkt dat je hier mag blijven. Dus daar moeten we heel snel terugdraaien. Andere quick wins zijn natuurlijk ook werk maken van illegale actief opsporen en ook terugsturen. We kunnen kijken naar niet permanent blijven asielcentra bijbouwen. Ik ben het al kwijt. Ik denk dat we nu 33.000 opvangplaatsen zijn. Het zou misschien ondertussen nog de 34 zijn onder Nicole de Moor van de CD&V. Zeker, ja. Kost ook handenvol geld. Die factuur die explodeert. 1,1 miljard voor de opvang alleen. En wat ook nog een snelle quick win is. Ik weet niet of je dat weet, Robin, maar in onze gevangenissen, de helft van onze gevangenispopulatie heeft niet de Belgische nationaliteit. Ja, ik ken dat krapul, is eindelijk hun straf gaan uitzitten in het land van herkomst. Dat kost ons niks en zijn wij er vanaf. Lijkt mij logisch. Ik ga hier even een koppeling maken. Je was bezig over NVA en NVA-beleid. En daarnet maakte je ook al duidelijk dat migratie als thema, dat geen eilandje is in de politieke wereld. Maar NVA heeft recentelijk, ik wil er nu geen datum op plakken, maar heel recent een campagne gestart, Vlaamse welvaart. Maar daar wordt met geen woord gerept over migratie. Dat is dan toch heel vreemd. Ja, zeker. Maar het is hier niet zo ver vandaan in het parlement en al die hoofdkwartieren van al die politieke partijen. Zeggen ze, we gaan het niet hebben over immigratie, want dat gaat in de kaart spelen van het Vlaams Belang. En dat is heel gek. En daarom ben ik best blij dat die studie van de VRT en de standaard van professor Walgraven is uitgekomen. Als je als volksvertegenwoordiger niet wilt spreken over de problemen van het volk en probleem nummer uno is migratie, en dan maakt je hopeloos belachelijk. Dan spreek je naast de mensen en niet met de mensen. En dat is waar de NVA echt volgens mij tegen aankijkt, dat zij niet meer bezig zijn met de problemen van de mensen. Als je niet over migratie spreekt, dan kun je niet over welvaart spreken als je niet over immigratie spreekt. Wij Vlamingen, wij zijn topbelastingbetalers. Dankzij 25 jaar liberalisme betalen wij keiveel belastingen. En we zijn niet zeker of we een pensioen gaan hebben.
We zijn niet zeker of die sociale zekerheid nog in stand gaat kunnen betaalbaar kan zijn als we eens tegenslag hebben. Ja, hoe komt dat? Ja, de olifant in de kamer is massamigratie. Ik heb het artikel gelezen in de krant. De 5 grootste OCW's in het land trekken aan de armbel. De afgelopen 20 jaar is het aantal OCW-klanten, het OCW-uitkeringen, qua budget verdubbeld. Verdubbeld. Maar ze weten niet hoe het komt. Ja, wel zal ik u zeggen hoe het komt. 40% van alle leeflonen die in dit land wordt uitgekeerd, gaat naar niet-België. En binnen die categorie 40% is, ik denk 2/3, of een bijzonder hoge percentage, gaat naar niet-EU-vreemdelingen. Ja, dan hoef je geen wiskundig wonder te zijn om te beseffen wat er misloopt. Nee, exact. Ik ben, correctie, 3 op de 4 van die 40% zijn niet-EU-burgers. Ja, dus eigenlijk meer een deel in tot een absolute. We importeren onze eigen armoede. Nu, misschien om even advocaat van de duivel uit te spreken. Ik weet niet of u dat las, maar Hendrik Vos, professor politicologie, had een soort van fact-check in de Standaard gemaakt. En hij beschuldigt eigenlijk partijen zoals het Vlaams Belang om verkeerde informatie in de wereld te sturen over massamigratie. Ja, dat is daar weer woord voor. Dat is wel heel straf, want de cijfers waar wij ons op beroepen, ik wil verwijzen naar die studie die we hebben, zijn studies van de Nationale Bank van België. De Nationale Bank van België wil ook niet reageren op die studie. Journalisten hebben me gecontacteerd. Want ja, ze kunnen natuurlijk tegen hun eigen cijfers niet pleiten. Ik weet nog dat ik 5 jaar geleden een boekje uitbracht, Franke Faalt, waar we ook alle cijfers hanteren in zaken die we hebben van Stadbel en zo. En dan weet ik nog dat Bart Brinkman van de Standaard moest schrijven. Je kunt veel kritiek hebben op dit boekje, maar dat de cijfers niet, wie denkt dat de cijfers niet kloppen, komt van een kale, reis terug. En ook als het gaat over onze cijfers, ja, iedereen die naar deze V-cast luistert, ja, we hebben een geweldige website gelanceerd. Hè? Immigratiebarometer.be. Alle kerncijfers in immigratie staat daarop. Als je dus een debat hebt, of een discussie op café, in familie, met kerst, met Pasen, wel, gooi even open immigratiebarometer.be. Daar staan alle cijfers met de bron bij. En dat is dan typisch Belgisch. Toen we die gelanceerd hebben als Vlaams Belang, wou geen enkele krant, geen enkel medium dat brengen. Maar al die journalisten gebruiken dat nu wel als handig instrument, als artikels moeten schrijven. Dus ja, waar zijn we daar eigenlijk mee bezig? Nee, ik vind dat men gerust kritiek kan hebben op de oplossingen die wij voorstellen. Dat zijn maatschappelijke keuzes vanuit een ideologische bril, zonder meer. Maar de cijfers waarop we ons baseren, dat is zo klaar als een klontje. Die staan zwart op wit op papier en die cijfers zijn nefast. Willen we onze welvaart in stand houden? Oké. Okay. Op deze eerder negatieve noot kunnen we misschien over naar de volgende ronde. De volgende ronde is drijfveer. Drijfveer. Waarom, waarom, waarom? Vandaag vragen we u graag, waarom kap jij zoveel op de Walen, Tom? Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel op de Walen. Ik heb wel op het Belgisch systeem dat altijd een voordeel is van het zuiden van het land. Het zijn die systeempartijen, de Franstalige Socialisten, de Franstalige Liberalen, het overschiet van de Franstalige Christen-Democraten, al noemen ze zich niet meer zo, les engagés. Ja, iedere keer, heel dit land, heel België, is een constructie al 200 jaar lang met maar één doel, de belangen van de Franstaligen te vrijwaren, te dienen, en wie wij ervoor opdraaien, dat zijn de Vlamingen. Mijn Boma Zaliger zei altijd, wie betaalt, bepaalt. Dat is heel de wereld zo. Behalve in België. In België betaalt de Vlaming, maar bepaalt de Waalse PSR. En dat moet stoppen. En als uw vrouw is wat mijn drijfveer is in de politiek. Ik kan heel passioneel zijn over migratie, maar als mijn echte drijfveer is, dat gaat echt over een ideologische keuze, is niet woord, een ideologische overtuiging, waar liberalen een eng, egoïstisch, kil, asociaal individualisme hebben. Oh, ik ben wie ik ben door mijn eigen keuzes. Mijn ouders, mijn achternaam doet er niet toe. Eenderwaar ter wereld ben ik wie ik ben. En enkel het economische ertoe. Of anderzijds marxisme en socialisme, die mensen gewoon herleidt tot hun sociale klasse. Jij bent een arbeider, jij bent het patronaat. Het opdelen van uw volk in sociaal-economische klassen. Ben ik echt al sinds mijn tienerjaren doordrongen van het idee dat er zoiets prachtig bestaat. Als een volk. Iets meer dan het ik, maar iets minder dan het iedereen. Het ons, het wij-gevoel. En als je dan gelooft dat er zoiets bestaat als een volk, en je gelooft dat iedere volk recht heeft op zijn eigen staat, of het nu Bretonen zijn, Catalanen, Tibetanen, Palestijnen of Joden, als je daar een democratische meerderheid voor hebt, en op een geweldloze manier, dan heb je recht op die eigen staat. En het idee dat er een Vlaams volk is dat zijn plekje in de wereld moet veroveren voor zijn eigen staat te kunnen hebben, en dat die staat dan ook niet alleen Vlaams is bij naam, maar ook
qua inhoud, dat is waar ik het iedere dag voor doe. Dus misschien is het mijn beurt om advocaat van de duivel te spelen, maar het gaat hier over duidelijk volksnationalisme. Maar wanneer we spreken over de splitsing van België, gaan natuurlijk Vlaanderen en Wallonië een aparte wegen. Vandaar ook de vraag. Walen behoren dan niet tot hetzelfde volk als Vlamingen? Nee, tuurlijk niet. En dat is ook heel logisch. Dat merk je ook. We lezen niet dezelfde kranten, we spreken niet dezelfde taal, we kijken dezelfde media, we hebben verschillende geschiedenis, verschillende cultuur. Ook moet praten met mensen in de sales, die we niet met politiek bezig zijn. We zijn een deal moeten sluiten in het noorden van het land of in het zuiden van het land. Groot verschil. Dus al die aspecten, ik vind gerust dat de Walen hun eigen staat mogen hebben. Momenteel, ze doen het ook niet zo goed, maar dat ligt eigenlijk niet aan de Walen. Dat ligt aan een systeem dat in stand wordt gehouden door die transfers. Wist je dat? €2.000 per Vlaming ieder jaar naar Wallonië, minstens. En Wallonië geraakt er niet bovenop. Integendeel, ze geraakt zelfs dieper in de put. Ze hebben een politieke elite die ongedekte checks kunnen, die checks kunnen uitschrijven, die ongedekt zijn, maar de rekening komt bij de Vlaming terecht. Het is wel die Waalse politieke elite waarmee dat Bart De Wever hoopt wel Vlaams autonomie te realiseren met die confederalisme. De grote strateeg. Hij gelooft echt dat de PS, opgejaagd door de communisten, de PTB, dat die plots gaan zeggen, ah bon Bart, maintenant c'est le moment. Wij gaan toegevingen doen op het communautaire, wij gaan besparen sociale zekerheid, omdat jij het nu eigenlijk komt vragen. Ja, dat is te belachelijk voor woorden. Ja, en als die gesplitst moet worden, die sociale zekerheid, hoe gaan ze dat? Ja, dus we gaan de PS zeggen, we winnen de verkiezingen, we gaan een staatshervorming doen met de N-VA, omdat Bart De Wever het zo lief vraagt. En dan gaan wij binnen 5 jaar de verkiezingen zeggen wat tegen onze achterban, die opgestookt is door de PTB. Hey, goed gedaan van ons, hè? We hebben bespaard sociale zekerheid en we zijn bevoegdheden kwijt. Ik denk dat Bart De Wever zijn wensen voor werkelijkheid neemt. Je hebt een ander scenario geschetst. Ik heb ook uw podcast in Brussels Signal gevolgd. En je hebt het eerder ook natuurlijk al gezegd. Jij wil een ander pad zonder de Franstaligen eigenlijk. Of op een andere manier tenminste naar Vlaamse onafhankelijkheid ingaan. Wil je dat nog even schetsen anders? Ja, het is heel belangrijk dat je de analyse daarin in goed vat. We hebben eigenlijk best wel wat getalenteerde politici gehad. En ik spreek me nu uit over uw politieke voorkeur, dat is wel eens te ver brengen, want daar ben ik niet zo grote fan van. Maar eigenlijk, als je een beetje terugspoelt, een goede 30 jaar geleden had je Guy Verhofstadt, waar hij de PVV naar de VLD hervormde. Van een unitaire Belgische partij naar een Vlaamse liberale democraat. Met zijn burgermanifesten, dat was een rechtsprogramma, een Vlaams programma. Hij vatte die grondstroom in Vlaanderen. Wat ging hij doen? Hij ging Belgisch besturen met de PS en links besturen. Wat gebeurde er? Verhofstadt afgestraft, pikje veren, hup. Ja, die hebben we nog in Europa, we geraken er niet vanaf. Dan heb je Le Terme gehad met zijn Vlaams kartel, rechts en Vlaams. Weer die grondstof van Vlaanderen gevat, ging besturen Belgisch. En links, wat gebeurde er? Met pikje veren, ribbedebi, niet naar die vorentorens van Europa, maar naar China, weg. Dan hebben we Bart De Wever gehad, met zijn confederalisme. En wat ze gaan doen? Hij heeft zijn confederalisme en zijn communautaire agenda in de koelkast gestoken en is dan met de MR gaan regeren, Belgisch gaan besturen. Ja, nu mocht je van mij veel dingen vragen, maar zelfs een ezel stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen, maar we gaan toch die Vlaamse leeuw toch geen 4 keer aan dezelfde steen laten storen. Dus binnen die Belgische context betekent staatshervormingen en beleidsdeelname telkens tot een grote kostprijs, een financiële kostprijs wat de Vlaming voorop draait, een verlies van bevoegdheden, een verlies aan grondgebied voor weinige bevoegdheden. Dus wij zeggen gewoon, kijk, binnen dat Belgisch systeem krijgt de Vlaming niet waar ze recht op heeft. Dus moeten we buiten dat Belgisch systeem gaan en moeten we durven zeggen, kijk, het Vlaams parlement moet een soevereiniteitsverklaring doen. Wij zijn soeverein in alle opzichten die wij doen. We hebben alleen maar verantwoording af te leggen aan ons Vlaams volk en aan iemand anders. Dan moeten we naar een onderhandeling met de Franstaligen gaan. Beperkt in de tijd. Waarom is dat belangrijk? Aangezien Wallonië geen financiële incentives heeft om toch aan tafel te komen zitten, moeten zij weten wanneer ze binnen dit en 5 jaar niet tot een scheidingsverdrag komen en het eenzijdig zal zijn. En dat moet leiden dus tot die onafhankelijkheidsverklaring. En dat moet dan hopelijk nadien uitmonden wanneer er een nieuw parlement is in een nieuwe Vlaamse grondwet. Mm-hmm. En dat is het idee. Is dit een scenario dat misschien
Wat risico ziet uit, dat zou wel zijn. Maar op ons visiecongres, een half jaar geleden, hebben we dat duidelijk wat internationaal rechtelijk gekaderd met precedenten. En we denken dat het een mogelijke optie is. En al was het alleen maar om de boel op te schudden en om zijn minste Walen eens over de brug te laten komen. Ja, al de rest is al geprobeerd natuurlijk. Al de rest is al geprobeerd. Het was Einstein die zei, telkens opnieuw hetzelfde doen en hopen op een andere uitkomst is de definitie van waanzin. Ja, de Belgische politiek en de, volgens mij de Vlaamse sociale strategie grenst aan het waanzinnige. Ja, de uitverkoren partner is dan allicht N-VA. Die hebben toch op zijn minst in een programma ook Vlaams nationalisme ergens opgelijst. De Wever, al verkondigt hij natuurlijk elke week iets anders, maar hij heeft daar een opening gezet. Is het dan opnieuw een stukje realistischer, die V-regering? Maar misschien voor de mensen die kijken of luisteren, dat ik het vanaf wanneer geluisterd. Misschien als ik binnen 2 weken luister, dan heeft hij weer de deur toegedaan. Ja, wie gelooft de Wever nog in de tijd? Gelooft hij zichzelf nog? Gelooft hij zichzelf nog in de tijd? De Kaiman noemde hem vroeger de liegende leider. Ja, het is, wat is het woord van de Wever nog waard? Ik weet het niet. Het is nu leuk dat hem de deur op een kier heeft gezet. Maar ja, bon, het is van moeten, hè. Het is aan moeders en voelt de hete handen van het Vlaams Belang. Dus ik ben het niet eens met analyses, waar ik een parallel mag trekken met de Nederlandse verkiezingen, waarbij ze, ja, het is omdat de VVD de deur op een kier heeft gezet, dat de PVV aan zet is gekomen. Ja, niks is minder waar. Hè. Als de VVD de deur niet op een kier had gezet, dan is het misschien nog minder gescoord. Het is dus zo cruciaal dat we van nu tot aan die verkiezingen uitleggen aan de mensen. Het zijn niet de politici die de sleutel in handen hebben. Het zijn jij als kiezer. Uw stem doet ertoe. Maak het Vlaams Belang de grootste partij van het land en de rest zal moeten keren. Ze gaan nooit het ons gunnen als we het braaf vragen, als we bidden of smeken. Nee, ze gaan moeten 9 juni met een slecht gevoel in bed moeten kruipen en zeggen, verdorie, we hebben te lang die Vlaming genegeerd en nu hebben ze ons de rekening gepresenteerd. Alright. Oké. Okay. Zullen we misschien eens overgaan naar een volgende deeltje? Dat zijn misschien iets nu serieuzer. Ja, dit was wel luchtig natuurlijk allemaal. Het zijn maar staatshervormingen. Publieksvragen. Publiekstrekker. 3 vragen van het publiek voor onze gast. Een eerste vraag die is afkomstig van Jens. En die vraagt... Het Vlaams Belang heeft de afgelopen dagen meerdere lansen gebroken voor hardere straffen voor recidivisten en doodrijders. Waarom? Wel, kijk, laat me eerst eens iets zeggen dat Vlaams Belang te weinig zegt of te weinig mee in de media komt. Preventie is cruciaal. Mm-hmm. Cruciaal en... cruciaal is zeker nodig. Als ik kijk tussen generaties, als ik kijk naar mijn ouders, dat zijn nu 60-plussers en zo, dronken rijden is iets dat veel sociaal aanvaarder was dan mijn generatie. Dus op zich is dat goed dat er een maatschappelijk bewustzijn van is. Maar je hebt wel een sluitstuk nodig. Preventie zonder repressie is flauwekul. En daar zit je toch wel dat mensen al zo vaak veroordeeld kunnen zijn en toch nog in hun auto kunnen stappen, omdat ze toch, ja, die geldboete betalen ze niet en ja, goed, dan rijk al rond zonder rijbewijs. Ja, voor zo'n hardleerse mensen gaat ze toch wat meer repressie moeten hebben met effectieve celstraffen. En nog beter dan celstraffen is ook dat die celstraffen nooit worden uitgesmeerd in de media, want dat zou andere mensen aan het denken kunnen zetten. Het is niet alleen ik ben mijn rijbewijs kwijt, maar ik kan nog steeds op mijn werk rijden zonder rijbewijs. Nee, ik raak niet meer op mijn werk, ik ga in financiële problemen geraken. Dus ja, wij zijn een partij van law and order, wat preventie niet uitsluit, maar repressie is een goed sluitstuk. Jij zit ook al aan 450 dagen zonder alcohol? Nee, niet zoveel. Ik zit momenteel aan, zie dat ik niet lieg, 414, denk ik. 413 of 414 dagen zonder alcohol. Dom idee. Dom idee. Ga je ermee verder doen naar de verkiezingen? Nee, absoluut niet. Het idee was, ik wou iets moeilijk doen tot aan de verkiezingen. En ik dacht, ongeveer 500 dagen voor de verkiezingen. Ik had dat een beetje uitgerekend. Ik dacht dat de verkiezingen eind mei waren. Dus ik had gezegd, ja, 9 januari 2023, ik begin eraan. Ja, het bleek dat ze het gingen laten samenvallen met de Europese verkiezingen. En die datum is opgeschoven tot 9 juli. Dus 514 dagen staan we te wachten. Ik heb dat nogal gedaan in het verleden. Is een half jaar of 9 maanden geen alcohol gedronken. 500 dagen is echt wel lang. Niet dat dat moeilijk is. Het is poep simpel. Ik kan iedereen het aanraden. Je moet echt geen karakter hebben om dat niet te kunnen. Maar de gezelligheid is een beetje weg. Ik hou wel van een goed glas wijn. Goeie glas rode wijn of als het binnenkort is open, natuurlijk barbecue weer, een rozeetje, wit wijntje, ik kan daar wel van genieten, een frisse pint bij de barbecue, ja, dat mis ik wel voor de gezelligheid. Okay, begrijpelijk. Snap ik. Trouwens, als ik deze punt mag gaan maken, want misschien ook wel jongere mensen die luisteren, al ben ik zelf nog altijd heel jong, groot verschil tussen alcohol, wat ook heel slecht is, en andere drugs,
Je kunt alcohol nuttigen. Doseren. Voor de smaak. Ja. Je kunt een pintje drinken voor de smaak. Je kunt zeggen, oh, eentje, klaar. Het doel is niet noodzakelijk roes. Wanneer je naar wiet gaat, naar ecstasy gaat, naar cocaïne, er is niemand die zegt, ik ga eens even een lijntje door mijn neus snuiven voor de geur. Of een bolletje pakken voor de smaak. Een fundamenteel onderscheid. Mm. Wat niet wegneemt dat overmatig alcoholgebruik ook niet goed is. Uiteraard. Uiteraard. Misschien iets volledig anders. Een vraag van Pascal uit Gent. Tom, mocht je geen politicus zijn, wat zou jouw droomjob dan wel zijn en waarom? Ha, dat is een moeilijke. Mag ik er twee geven? Zeker. Het ene is hypothetisch. Ik had heel graag rijkswachter geworden. Maar het is misschien moeilijk nu, ja, dat is exact. Ja, mijn vader was rijkswachter. En ik weet nog, als ik scholier was, ik in al die uniformen van buiten, van 1830, en nog vroeger van de Maréchaussee tot nu, alle soorten brigades, van hondenbrigades, Dian, drugsbrigade, mensenhandel, al die graden en zo. En dat had iets, een rijkskorps, een elitekorps, dat voorbij dat kneuterige, gemeentelijke kon optreden, dat deels militair was, deels gerechtelijk. Daar had ik eigenlijk heel veel sympathie voor en ook nog steeds, als ik in het Europees, ergens in het buitenland ben. Ik ken ook bijna alle landen waar dat je nog restanten van de gendarmerie vindt, Frankrijk, maar ook Italië, Spanje, Portugal, Nederland, de Maréchaussee, maar ook Canada. De mountains, die wel in Toronto. Je hebt er eigenlijk best echt veel. Ik denk in Roemenië ook, als ik me niet vergis. Ja, ik heb daar wel een zwak voor. Maar ja, goed, ze hebben het afgeschaft. Ik zeg niet dat nu alles veel slechter is, want de strijd tussen de politiedienst was ook niet optimaal. Maar we hebben toch iets verloren waar ik toch wel enige sympathie voor had. En het andere, tweede, maar dat zal voor mensen die mij kennen minder een verrassing zijn. Ik zou graag in de communicatiesector actief zijn. Productverkoop en bezig zijn met hoe iets communiceren, hoe iets in de markt zeggen. Studiotjes bouwen, podcast, zijn van die dingen, ja, maar creatief bezig zijn. Ik word nog steeds heel enthousiast van een boek vol posters of affiches, of een boek vol lettertypes. Ja, dat, ik heb er ook geen tijd meer voor, ik heb ook geen tijd meer om eens iets te tekenen of te schetsen, maar ik ben eigenlijk heel creatief aangelegd. Dat is misschien een onderbelicht kantje, maar dat is iets wat ik heel graag wil doen. Ik wou eigenlijk ooit ook kunstschool doen, maar mijn ouders hebben de juiste beslissing genomen dat je altijd nog later kunt tekenen en je creativiteit uitleren, maar dat er ook brood op de plank moet komen. En dat is niet fijn om te horen als je zo jong bent, maar ik vind het wel de juiste keuze. Mama's en papa's hebben best goed voor met uw kinderen. Liefst. Maar je bent toch kennelijk succesvol bezig. Dus dat is wel een aantal dingen. Ik weet nu niet of het door mijn tekenskills komt dat we momenteel zo hoog scoren. Dus, Oké. Ik ga hiermee overgaan naar de laatste vraag. Die is van Ewan of Ewan, als het op zijn Engels is. Sorry als ik uw naam verkeerd uitspreek. Je gaat nooit meer een vraag krijgen. Hè? Ja, kijk, sorry. Ik bied mijn excuses. Ik heb de twee opties gegeven. Meer kan ik niet doen. Robin. Oké, we zijn vertrokken. Dus bij deze beste vriendelijke heer die nog vragen mag stellen. Beste Tom, de kans is groot dat u het initiatief mag nemen. Zal u alles uit de kast halen om met N-VA te regeren? Zou u zelfs daarvoor ook het kroontje durven laten aan Bart de Wever? Oh, over de postjes, het maakt mij helemaal niet uit. Daarvoor ben ik niet in de politiek. Ga ik er alles aan doen om te regeren? Om te regeren, dan is het antwoord misschien, ik zal eerst daarop antwoorden, nee. Ik wil regeren om een programma te realiseren. Niet regeren om te regeren. Die partijen die bestaan al. Dat is van N-VA tot Groen aan toe. Die wil regeren om te regeren. Om kabinetten te vullen, postjes te hebben. Dat is niet mijn ambitie. Ik wil regeren omdat ik iets fundamenteel anders wil veranderen. Ik geloof ook dat er pas een ander en een beter beleid kan zijn als er een ander en een betere partij is, dan het Vlaams Belang. Die andere partijen die kunnen ook geen ander beleid voeren. Je weet waarom? Als zij een ander beleid zouden voeren dan ze het afgelopen decennium hebben gedaan, dan zou dat betekenen dat zij fout waren, dat zij verkeerd waren, dat zou een schuldbekentenis zijn. En dat gaan ze nooit doen. Dus ik wens heel graag alles uit de kast te halen om te kunnen regeren. Maar het motto is, en het motto blijft, in de meerderheid als het kan, in de oppositie als het moet. We gaan niet ons broek afsteken, we gaan niet bidden of smeken. Als de kiezer ons een sterk mandaat geeft en is dus de grootste partij kunnen worden, dan gaan we wel onze verantwoordelijkheid proberen te nemen. Maar niet ten koste van alles. Ik kan niet regeren om het programma van de N-VA of voor de VLD of van de CD&V uit te voeren. Als ik zou gaan mogen kunnen regeren, dat zijn heel hypothetische dingen, dan zou het zijn om een Vlaams Belangprogramma uit te voeren. Exact. Vlaams Belangprogramma, Peter, dat omvat natuurlijk heel veel. Alles realiseren in één legislatuur.
lijkt mij moeilijk. Oh, dat is niet evident. En ik zeg ook, als we ooit zouden mogen regeren, het gaat nog altijd regenen in het land en we gaan nog steeds in de file ook staan. Hè. We gaan niet alles kunnen oplossen. Ik weet ook, de peilingen zijn bijzonder hoog op het moment. Het vrachtingspatroon ligt ook bijzonder hoog. We gaan niet alles kunnen oplossen, maar ik kan u wel garanderen dat we er alles gaan aan doen om zo goed mogelijk beleid te voeren. De vraag was over het kroontje, wat ik een gekke... een adellijke titel. Ik denk dat Vlaams Belangers fundamenteel anders in de politiek staan. Als je lid wordt van onze partij, het Vlaams Belang, dan doe je dat niet om snel carrière te maken, om snel minister of burgemeester of schepen te worden. Dan kan ik u andere lidkaarten aanraden, die van de VLD bijvoorbeeld. Het maakt niet uit als ze maar iets kunnen worden. Zullen zwart en wit tegelijkertijd zeggen. Ja, we hebben nog kiezers nodig. Ja, maar wordt moeilijk, maar goed. Maar als je lidkaart koopt van het Vlaams Belang, en dat kan u allemaal op www.vlaamsbelang.org, en voor studenten 6,50 euro, of 5 euro is het nu zelfs. 5 euro wordt zelfs verlaagd voor studenten. Als je lidkaart koopt van het Vlaams Belang, dan doe je dat niet voor jezelf. Dat doet je omdat je het echt beu bent, dat je echt iets anders wilt, een betere toekomst voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En dan staat je dat niet, doet je niet voor je eigen belang, maar voor het algemeen Vlaams belang. Zeer lovenswaardig. We gaan meer weten, denk ik, na juni. Hè? Voilà. Dat is sowieso. Tot dan willen we u bedanken, Tom, voor uw tijd. En we willen graag onze luisteraars en kijkers ook bedanken voor hun aandacht. Bedankt om helemaal tot het einde te luisteren. We hopen dat je het boeiend vond. Opvallend, dataonderzoek wijst uit dat de meeste mensen die onze podcast bekijken of beluisteren niet geabonneerd zijn op onze kanalen. Dat is nochtans de beste manier om op de hoogte te blijven van nieuwe uitzendingen en ons te volgen. De beste manier om ons te helpen is dan weer deze uitzending liken. Intussen blijven wij, zonder filter of taboes, tot de volgende.